Waar zijn we in beland, vrienden, met het Nederlands elftal? We hebben nu een bondscoach die verwisselt dan Promes met Menig. Die denkt dan dat Donny van der Beek zoveel minuten heeft gespeeld en dat zijn er dan heel veel minder. Dan hebben we een bondscoach die denkt dat hij mensen heeft afgebeld die zijn afgevallen en dat heeft hij helemaal niet gedaan. Dan hebben we een bondscoach die gewoon Cillessen eerst benoemt tot zijn eerste keeper. En het volgende moment zegt hij, ik heb je niet meer nodig. Daar hebben we mee te maken, met gestuntel. En de KNVB die wist dat gewoon. Frank de Boer is geen kampioen in de communicatie. En hoe kun je dan zo iemand toch bondscoach maken? Want bondscoach, dat is, vrienden, hoe vaak heb ik dat nou al gezegd? Je hebt 1 de koning, 2 heb je de minister-president en 3 in Nederland is bondscoach. Dat is een belangrijke functie. Die kan je niet zomaar even aan iedereen geven. En dan hebben we, los van de communicatie, hebben we nu de tactiek. Want nou moet Nederland in 1 keer 5-3-2 spelen. En weet ik veel wat de boer allemaal wil. En er zit geen enkele vastigheid in. De spelers weten ook niet meer waar ze aan toe zijn. Dat hebben we gezien tegen de Schotten. Vrienden, de Schotten. We weten toch met z'n allen wat de Schotten allemaal kunnen. Die kunnen heel goed zalm maken. En die kunnen heel goed whisky maken. En die kunnen heel goed in een kilt lopen. Dat kunnen Schotten allemaal. En die kunnen heel goed onverstaanbaar praten. En ze kunnen doedelzak spelen. Dat kunnen ze ook goed. Maar Schotten kunnen niet voetballen. En dan moeten met moeite komen we dan tot 2-2 tegen Schotland, beste vrienden. En wat hebben we nu dan? Een sfeer in Nederland? Nou, dat is niet te geloven. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat er zo'n apathie is voor het Nederlands elftal. Ik dacht, iedereen is hongerig naar Oranje succes of naar het EK. Het is gewoon niet waar. De Nederlander die draait eigenlijk zijn hoofd een beetje af nu van het Nederlands elftal. Ze zien het niet zitten. De bondscoach zien ze niet zitten. Ze zien het niet zitten in de tactiek. Ze geloven er niet in, de mensen. En iedereen heeft zoiets van, het kan mij het schelen. Dat Nederlands elftal. Het is nog nooit gebeurd dat er zo'n negatieve sfeer was en is in Nederland over het Nederlands elftal voor het toernooi, hè? Nu al heeft iedereen een beetje zijn buik ervan vol. En dat is allemaal de schuld gewoon van die KNVB. Die hadden deze weg gewoon nooit moeten bewandelen. Want hoe is het mogelijk eigenlijk dat dit gewoon ontstaan is, deze hele toestand? Want juist met z'n allen hadden we het gevoel weer dat we weer konden gaan geloven in het Nederlands elftal. We konden weer trots zijn. Met Koeman waren we weer trots op Oranje. En daar voelde iedereen zich helemaal gelukkig bij. En kijk nu, binnen een half jaar is dat helemaal weer afgebroken en verdwenen. En daarom, hey Ronald, als je kijkt, hey man, we missen je.